uur televisie, 90 uur radio en 24 uur per dag online verslaggeving gaat de NOS ervoor zorgen dat we geen seconde hoeven te missen van de Olympische Winterspelen in Pyeongchang. Morgen worden alle plannen uit de doeken gedaan. Dit is voor de NOS een monsterprestatie, wat ze gaan doen. Een monsterklus, een megaklus, daar kijk je allemaal naar uit, dat weet ik hoe dat gaat, dat soort dingen. Leuk dat je kijkt, ik heet Isha en vandaag hebben we een hele speciale gast en die heet... Wat is jouw favoriete sport? Snowboard. En waarom doen ze eigenlijk Nederland ook spelen en zo? Omdat het lekker sportief is en gezond voor je lichaam. En je krijgt wat gespeeld. Wij zijn hier, ik ben Raymond, namens het avontuur zijn wij hier in Pyeongchang en we hebben hier de gast, Shi, die zijn arm heeft gebroken. Het is een beetje vervelend, hè? Oh ja, zeker. Het is een vervelende val. Ik heb mijn arm gebroken en ja, best jammer dat ik niet mee kan de Olympische Spelen. Ik wist zeker dat als die sprong had gelukt, dat ik dan goud had gewonnen. Dani, ik vang me af. Wat doe jij echt in het dagelijks leven? Echt thuis. Ik ga op onderzoek uit waarvan de Korea met die bommen bezig zijn. En hoe gevaarlijk überhaupt die bommen zijn van wat Noord-Korea uitvoert. En überhaupt waarom ze een missie hebben. Ik ga natuurlijk het eerst afwachten tot de Olympische Winterspelen. Dan ga ik eerst opwachten tot de ruzie voorbij is. Maar als het niet zo is, ga ik in actie. Waarom wil Noord-Korea meedoen met de Olympische Spelen? Omdat Noord-Korea ook wat toekomstmensen heeft en dat jullie ook willen meedoen. Ik weet er wel wat van. Het is sowieso een hele grote bijzonderheid. Want Zuid-Korea en Noord-Korea met elkaar praten, dat is een hele grote stap. Goed, tof dat jullie kijken in de studio en ik ben hier met Jordan. Hoe is de vlucht gehad van Nederland naar Zuid-Korea? Best wel lang, ik heb daar 4 dagen voor moeten vliegen. 4 dagen? Had je ook gewoon een goede kamer, lekker stewardessen? Ja. Dat is een beetje mooi? Nee. We zijn in Pyeongchang, het is echt ijskoud. We zijn nu live bij Pyeongchang en ik zit nu met een hele speciaal gast, Nick Wust. Ik ben hier in Pyeongchang. We zijn in Pyeongchang en nu zit ik naast Sam Kramer. Hoe heeft uw zus het gedaan? Super goed, ik ben super trots op haar en ik ben het zusje van Irina Wust. Hey, hallo, ik ben Simon en ik ben snowboarder. Hoe vind je dat je hier bent? Super cool, ik heb al 1 gouden medaille gewonnen en 2 zilveren. Dat is super cool. We zijn hier samen met Robin. Ja, wat voor sport doet hij? Ik doe ijshockey. En vertel wat over jezelf. Ik ben Sinan en ik ben 10 jaar en ik hou heel veel van snowboarden en daarom ga ik ook snowboarden omdat het heel leuk is. Dus u bent heel erg tevreden over uw zus? Ja, super erg. En ik ben ook super blij dat ik het zusje van Irina Wust ben. Dat zou zeggen dat ik nog veel te jong ben. Maar ik mag alsnog meedoen met de openingsceremonie. Ja? Dacht u ook dat u zus ging doen? Ja, dat is super goed. Helaas mag hij niet meedoen, omdat hij mag alleen meedoen met het openingsceremonie. Omdat hij niet echt goed genoeg is, hij heeft niet het hele hoge stap behaald van het Nederlands Olympisch Spelen. En we komen volgende week terug. Hier, let's go. Mijn naam is Cosine en doei. En we zijn weer samen met Robin. En doei!